We hebben Jules Wolthuis weer in de studio, want er gaan nieuwe films draaien in de bioscopen van Flevoland deze week. Jules, goedemiddag. Goedemiddag. En een van die films, we hebben er van de week al kaartjes voor weggegeven, ja, voor die familiepremière. Dat is de film Everest, de jonge Yeti. Ja, precies. Yeti. Yeti of Yeti? Ja, nee, het is Yeti. We gaan het vragen aan Jules. Wat is het nou, Yeti of Yeti? Volgens mij is het Yeti. Ja, nou volgens Robin Mitchell ook. Hij spreekt een van de stemmen in de film. En die hebben we nu aan de telefoon. Robin, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Is het Yeti of Yeti? Yeti. Helemaal. Yeti. Ja. Waarom bellen we jou? Welke rol speel jij in deze film? Ik speel de rol van Jin. Dat is een van de drie hoofdpersonages die gaan proberen Everest, de jonge Yeti uit de titel, thuis te brengen weer. Oh, waar gaat het over eigenlijk? De film gaat over Yi, een meisje van begin tienerjaren, zeg maar. Die woont met haar moeder en oma in een flatje in Shanghai. En die treft op een bepaald moment een Yeti aan op haar dak. En daar schrikt ze in eerste instantie natuurlijk behoorlijk van. En besluit ze uiteindelijk om hem terug te gaan brengen naar waar hij thuis hoort. En dat is op de Mount Everest in de Himalaya. Wel koud. Heel koud. Ja, ja, heel koud. Is het wel een warme film? Absoluut. Het is een hele warme film. Het ziet er fantastisch uit. Er zijn prachtige beelden van de natuur in China, maar ook de Himalaya-landschappen met sneeuw, regen, alle weertypen komen voorbij. Mm-hmm. En het is voornamelijk een heel mooi verhaal over terug naar huis gaan. Waar voel je je thuis? Wat is thuis? En het gaat ook over, onder andere over, dat klinkt heel zwaar, maar over rouw en over hoe je daarmee omgaat. Ja. Dus het is, er zitten heel veel elementen in. Ja. Heb je een grote rol? Ik ben een van die drie personages die Everest naar huis probeert te krijgen. Dus best wel. Ja. Ja, een van de hoofdrollen. Hoe was het om dat te doen eigenlijk? Heb je dat vaker gedaan? Jazeker. Ik ben al 25 jaar stemacteur. Oh. Ik doe dit vak al best wel lang. Mm-hmm. En deze rol was echt fantastisch om in te spreken. Want Jin, mijn personage, is die is een jaar of 15, 16. Behoorlijk ijdel en eigenlijk alleen maar bezig met welke schoenen heb je aan? Zit zijn haar goed? Heeft hij dates met leuke meisjes? En die wordt eigenlijk tegen zijn wil in meegesleurd in het avontuur om Everest thuis te krijgen. En dat gaat hem niet altijd even makkelijk af, zeg maar. Wat is het bekendste stemmetje dat je hebt gedaan? En zou je dat misschien één keer kunnen doen? Dat is altijd leuk natuurlijk. Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja, goed hè? Mensen kennen mij, denk ik, niet het beste, maar mensen kennen mij heel erg uit Jimmy Neutron-serie. Oh ja. Dat is heel lang geleden. Cartoon Network was dat volgens mij? Nickelodeon, geloof ik. Oh ja, Nickelodeon, dat lijkt allemaal aan elkaar, ja. Ja? En daar, en daar speelde ik Cas, het beste vriendje van Jimmy. Okay. En, maar gebruik je elke keer een ander stemmetje? Of is het wel gewoon dat je zegt, nou, de basis is toch gewoon mijn eigen stem, daar moet het maar mee doen? Nou, in principe is het de basis je eigen stem. Maar bijvoorbeeld bij Cas, die rol uit Jimmy Neutron waar ik het net over had, dat is een behoorlijk andere stem, want die klinkt heel net alsof hij verkouden is en of hij overal allergisch voor is. Ja. Dus dat klinkt dan veel meer, zeg maar, zo. Dan, precies. Is de eigen stem, zeg maar. Ja. Beetje nasaal. Nu heb je deze film gedaan. Hoe lang ben je ermee bezig? Hoe lang heb je ingesproken? Ik denk dat ik 3 sessies heb ingesproken, zoiets. Dus dat is ongeveer, meestal in 4 uur blokken, hè? Ja. Het is namelijk, ik doe het zelf ook, het is namelijk heel erg inspannend werk ook. En langer dan 4 uur doen ze ook vaak niet, omdat je concentratie verliest. Want je moet echt heel vaak die dingen opnieuw doen. En soms word je er een beetje moedeloos van. Hè. Je moet het soms wel 10, 20 keer doen. En op een gegeven moment denk je, nou, laat hem dan zomaar opstaan. Maar ja, zo denken zij er vaak niet over. Ja. Het is echt wel een vak apart. Ben jij er ook bij trouwens, die feestelijke première, die familiepremière aanstaande zaterdag in Almere? Ja, zeker. Leuk. Absoluut ben ik erbij. Ja. Hij is dan in Nederlands gesproken natuurlijk in 3D. De stemmencast is aanwezig. Aanstaande zaterdag 5 oktober, Kinepolis Almere. Ontvangst 1 uur, startprogramma 2:30. Robin, hartelijk dank voor je tijd en veel plezier aanstaande zaterdag. Hartstikke bedankt en succes met de uitzending. Ja, dankjewel jongen. Dag. Doei. Ja, Jules, heb jij nog iets toe te voegen aan deze film voordat we over de andere twee films gaan praten?
Nee, alleen door aan te geven dat inderdaad in Kinepolis het Everest Weekend is. Maar de film draait ook in de andere bioscopen hier in Flevoland. Ook in Lelystad, ook in Emmeloord, ja, ook in Dronten. En de film, hij zegt het terecht, de film wordt zeer hoog gewaardeerd. Ja? Is zeer goed. En hij in Amerika is uitgebracht, staat hij nummer 1. Oh, kijk eens deze week. Dus, zo. Het is echt de moeite waard. Zeer de moeite waard om naar deze film te gaan. Goed, ja. Er komt zeker nog een vervolg ook aan. Hè? Dus als het zo goed gaat, best met zo'n film. En dan heeft Robin ook weer een rol te pakken waarschijnlijk. Ja, we hebben niet zo heel veel tijd meer voor de twee andere films die we moeten spreken. Jules, spijt me. Ja, nee, maar dat komt natuurlijk door de Yeti. Je had de Yeti aan de telefoon en die vreet dan af de tijd ook op. Hè? Zullen we snel gaan naar andere films die nieuw zijn in deze provincie? Laten we eerst Trouble doen. Dan zijn we vrij snel weer klaar. Of wil je eerst de Joker doen? Jij mag het zeggen. Laten we maar Trouble doen. Ja. Is makkelijk. Trouble, dat is ook een nieuwe tekenfilm. Oh, een tekenfilm ook? Ja, ja. Ook een tekenfilm. Ja, mm-hmm. Dat een animatie kinderfilm, muzikaal. Er zit veel muziek in. En dat gaat over een heel klein verwend hondje. Trouble dus. Ja. Die verliest zijn baasje helaas. Ach. En die wordt op straat gezet. Nee. En dan krijgt hij te maken met het echte hondenleven. Maar morgen is de dierendag ook nog. Ja, tegen natuurlijk. Ja, moet je echt hond zijn. Ja. Maar de film heeft een heel mooi thema. Het gaat over vriendschap in het leven. Nou, okay. Heel mooi. Wordt ook zeer gewaardeerd. Ook al? Ja, mm-hmm. Ook de moeite waard om te zien. Ja, goed. Overal te zien hier. Dan is er heel veel om te doen. Ik heb gisteren even een stukje De Wereld Draait Door gekeken. Daar zat de regisseur, hoe heet je ook alweer? Met die baard. Nou, moet even opkomen. Weet ik niet. Ik Nederlandse regisseur, die zit er namelijk altijd. Ik vergeet zijn naam altijd. Hoe kan dat? Maar goed, die zat daar. Die zat een beetje samen met een acteur, zat hij daar. Die jongen, die weet ik ook zijn naam niet meer. Dat gaat lekker vandaag. Maar goed, daar waren ze nogal van. Het is allemaal wel goed. Ja, Joker is fenomenaal. Ja. Met name door het enorm goede spel van de hoofdrolspeler Joaquin Phoenix. Mm-hmm. En die kennen we. De rollen die hij heeft gehad, zette hij ook heel goed neer. Hij deed onder andere Johnny Cash deed hij na in I Walk the Line. Natuurlijk. Ja. Geweldig goed. Die film heeft het ook heel goed gedaan. The Master, ook heel goed. En deze film, wat eigenlijk een schurkenfilm is, plat gezegd. Hè, want het is gebaseerd op de Joker, is de schurk uit de Batman. Batman. Komt Batman erin voor? Nee, toch? Heeft net de grote prijs van de gouden, hoe zeg je dat? De Gouden Leeuw van Venetië gewonnen. De allerhoogste prijs. En dat is voor zo'n genre film op zo'n filmfestival heel uniek. En ja, precies. Hij krijgt op IMBD waardering 9,4. Ja. Nou, het is bijna een 10. Ja, dat is van de recensenten. Ja, van de recensenten. Maar van het publiek, dat is heel 70. Hoog. Ja, van het publiek minder. Dat is heel hoog. Ja, maar van het publiek minder. Ja, maar je hebt ook heel vaak dat de recensenten heel laag zijn. Dat verschilt altijd, maar de algemene score is heel hoog. Ja. Omdat hij die rol heel goed neerzet. Fenomenaal. Want het speelt zich af in Batman City, Gotham City, 1981. Ja. En dat is in New York is het opgenomen. Mm-hmm. En hij speelt een stand-up comedian die helemaal mislukt is. En dan gaat hij verkeerde pad op. En dan, ja. Ja, en dan wordt kant van de misdaad op. En dan wordt het een helemaal verknipte psychopaat. Martin Koolhoven trouwens bedoel ik, de regisseur. Die zat dus gisteren de hele tijd door. Die zegt, Joker is een oproep tot compassie. Oké. Ik kijk er mijn vragen aan. Maar dat heeft hij gezegd. Ja. Ik vind het moeilijk oordelen, want ik heb het natuurlijk niet gezien. Ik heb er eigenlijk heel weinig over gelezen. Het enige wat ik erover gelezen heb, is dat we in Amerika extra politieagenten bij de bioscoop zetten. Omdat een aantal jaar geleden zo'n Joker zo gek was om daar met een pistool rond te gaan zwaaien. Dat mensen als Joker verkleed bioscopen en gaan en de Joker na gaan doen. Dus dat risico is er natuurlijk. Ja, maar het is wel een film om. Maar het is een misdaad-thriller. Heel spannend. Het is geen science fiction eigenlijk. Hè? Want er komt helemaal geen Batman-achtige. Het is een misdaad-thriller. Ja, ja. Heel hard. En valt op natuurlijk door die afschuwelijke, lelijke, beklemmende lach van de Joker. Ja, ja, ja. Die je voortdurend aan het schrikken maakt. En die make-up. Ja, maar die acteur, geweldig om te zien. Mm-hmm. Dus die gaat een Oscar pakken. Twee uur lang genieten, denk ik. Ga je een Oscar pakken? Gaat hij een Oscar pakken? Dat zou het best kunnen. Ja, als hij zo goed gewaardeerd wordt, dan. De Joker overal te zien in onze bioscoop hier in Flevoland. Ja, goed.
Dankjewel. Vanaf deze week, hè? Ja, vanaf vandaag. Allemaal vanaf vandaag. Hartstikke goed. Dankjewel, Jules.